We zijn de eerste professionele vermicomposteerderij van Nederland. Vermicomposteren wil eigenlijk zeggen dat we mond en kont van compostwormen inzetten om van organische stadstromen een superieure bodemverbeteraar te maken. Allereerst dat we duidelijkheid hebben van minister Adema van het ministerie van de LNV over ons proces en de verwerkingswijze. Nu mogen we met compostwormen organische resten, GFT, omzetten in een bodemverbeteraar. Op de tweede plaats hebben we van gemeente Amersfoort duidelijkheid over een nieuwe landingsplek voor onze stadswormerij 2.0. Als derde, we hebben een succesvolle crowdfundingscampagne gedraaid en een toekomstfonds aanvraag gedaan bij gemeente Amersfoort, een lokaal fonds voor duurzame initiatieven. Nou, de stadswormerij is in Nederland een bijzonder initiatief, omdat we de eerste professionele vermicomposteerderij in dit land zijn. Wereldwijd wordt er heel veel gevermicomposteerd, dus met wormen gecomposteerd. Zowel small scale als big scale, als low tech als high tech. Wij gaan nu een proeffabriek neerzetten, omdat we onze proof of concept periode achter de rug hebben. 3,5 jaar op onze eerste locatie. En we gaan nu laten zien dat we dat ook op een wat grotere schaal en bedrijfsmatig dit proces in de praktijk kunnen brengen. Het versnellingshuis in bureau 17 hebben we vorig jaar, 2022, messcherp gekregen waar het zo complex is in het composteren met wormen van GFT. Aan de hand van dat rapport hebben we de politieke partijen bevraagd en hebben we eindelijk duidelijkheid gekregen van minister Adema. In het geval van Edgar kwam ik een hele bevlogen ondernemer tegen die zich echt wil inzetten om natuurlijke kringlopen te sluiten. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben verkend welke wettelijke kaders er allemaal zijn. En er zijn best wel wat wet- en regelgevingen die een obstakel vormen om dit op grote schaal te laten plaatsvinden. Omdat de veiligheid voor mens en milieu heel erg belangrijk is, was het best ingewikkeld om te bekijken van hoe je nou op dit moment organische reststromen kan vervoeren aan wormen. En de oplossing is eigenlijk vooral de hygiënisatiestap, maar ook het feit dat er vanuit de politiek duidelijkheid is gegeven over wat wel en niet mag. Wij zijn vanuit het versnellingshuis heel erg blij dat Edgar nu aan de gang kan gaan met zijn bedrijf, de Stadswormerij.